maar daarna staat hij wederom met Tijani. Bestaat hier. Tijani, hoe is het met je? Ja, met mij gaat het goed. Goede voorbereiding gehad, lekker getraind. Dus yes, mij gaat goed. Hoe is het met je voet? Je had je laatste wedstrijd eigenlijk al met een gebroken voet was je begonnen. Is het helemaal goed genezen? Ja, het is nu helemaal goed genezen. We hebben van een maand ook rust genomen. Volgens mij ietsjes langer nog. En daarna zijn we gewoon meteen gestart met trainen. We hebben, ja, in het herstel hebben we zeg maar, wel ook bijvoorbeeld bovenlijf getraind, krachttraining, noem maar op. Weet je. Dus het is niet dat ik vanaf nul begon, maar alles gaat nu goed. Ja. Je zou in eerste instantie tegen Josh Jonesy vechten. Uiteindelijk is het Anil Cabri geworden. Dat weet je van Anil? Ja, inderdaad. Jammer dat ik niet meer tegen Josh Jonesy vecht. Toch een jongen die op de ranking staat. Hopelijk dat we het in de toekomst over kunnen doen. Anil, een jongen die op de onderkaart heeft gevochten volgens mij een paar keer. Ja, leuke knokker. Maar het is een jongen die nu denkt naam over mijn rug heen te maken. En dat gaat niet gebeuren. Nee. Als we zeg maar kijken, dit is de eerste keer dat je voor Glory natuurlijk terugkomt van een verlies. Ben je met een andere mindset ook die trainingskamp ingegaan of heb je het snel achter je kunnen laten? Ik heb het sowieso snel achter me kunnen laten. Ik natuurlijk ook met een andere mindset. Gewoon om nog harder te trainen en mensen nog meer te verbazen. Weet je? En, ik moet gewoon nu nog sterker terugkomen. En elke partij sta ik anders in de ring. Weet je? Iedere partij boek ik progressie. En elke partij word ik beter. Dus dat wordt ook zo deze keer. Ja. Als we kijken naar de partij van morgen, wat verwacht je er zelf van? Ik verwacht dat ik met de winst naar huis ga. Hoe? Interesseert me niet. KO, eerste ronde, tweede ronde, derde ronde. Maakt me niet uit, punten. De winst gaat gewoon met mij mee. En ik ga er gewoon voor om een mooie partij ook neer te zetten. Zodat ik gewoon iedere keer mezelf kan overtreffen, weet je. Ja. Ik zit naar je shirt te kijken. Je bent inmiddels ook een eigen kledinglijn begonnen. Kun je er wat over vertellen? Ja, het is niet echt een kledinglijn. Het is gewoon mijn eigen merchandise. Ik heb hoodies, shirtjes, gewoon supporting shirtjes, noem maar op. En die zijn op mijn Instagram, tb_merchandise, kan je die bestellen. En de hoodies zijn erg gewild, dus die gaan best hard. En het zijn ook gewoon hele fijne stof en kleding en noem maar op, weet je. Dus ik vind het ook leuk om met fashion bezig te zijn naast het kickboksen, even wat anders. En dat vind ik leuk, ja. Als je zeg maar nu kijkt, je loopt eigenlijk al grappig genoeg een tijdje mee. Je bent nog hartstikke jong. Merk je zeg maar ook dat je steeds rustiger wordt naar de partijen toe? De eerste partij in Oberhausen zagen we echt een hele zenuwachtige Tijani. Is dat nu een hele relaxte Tijani voor me? Is dat ook echt de ontwikkeling die je doormaakt op dit moment? Ja, zeker, zeker. Ik ben nog 20 jaar, pas 20 geworden. En het is natuurlijk word je elke partij word je beter en word je rustiger en kalmer. En het is gewoon de hele ervaring, de hele entourage eromheen. Glory doet natuurlijk veel aan promotie, noem maar op, media day. Het is heel anders dan een normaal evenement, zeg maar. En je wordt elke keer word je gewoon rustiger en you're getting used to it, zeg maar in het Engels, weet je. Dus dat is top.